Het is een beetje geïnspireerd. Noord-Afrika, Marokko. Dat is waar jij een beetje mee aan de gang gaat. Daar heeft ook mijn vraag mee te maken. Hoe maak je nou een lekkere couscous op een eenvoudige wijze? Nou, daar gaan we hoor. Nou, couscous is eigenlijk van zichzelf al redelijk eenvoudig en snel. Mm-hmm. Het is een leuke variant voor een keer, hè? Pasta of rijst. Mm-hmm. Wat je eigenlijk nodig hebt, is de couscous. We nemen de couscous. En daar gooi je bouillon overheen. Ik heb in dit geval groentebouillon. Het maakt op zich niet zoveel uit als het maar bouillon is. En dat moet hoeveel net zijn? Net wat je lekker vindt. Nou, bijvoorbeeld als je 100 gram couscous hebt, doe je er 1,5 keer zoveel bouillon op. Okay. Dus 1,5 deciliter. Ja. Die mag je roeren met een vork. Want? Dan klop je mooi los, zeg maar. Okay, en dan blijft hij los van elkaar. Dat is toch een tip? Ja. Beter kloppen met de vork. Ja. En heb ik vind het zelf altijd zo lekker om er kappertjes bij te doen. Ja. Voor de zuur. Allemaal erin. Ja hoor. Scheutje kappertjes. En wat rozijnen. Zeg maar voor het zoet. Een snufje er allemaal? Ja hoor. Oh, nou dat is ik vind lekker, maar het, het wordt straks, dan neemt het water op en dan wordt het couscous met een touch. Oké, okay. Kappertjes erin, rozijntjes en nu? Nou, na 5 minuten is dat mooi, maar in die tijd gaan we een lekker mengsel maken met smaakmakers. Oké, want dit laat je trekken ofzo. Ja. Ja. Hier hebben we wat citroenrasp. Ja? Zou je daar de citroensap zou je erbij willen doen? Kijk eens hoe enig. Mooi hè? Ja. En handig. Ja, heel. Oh, en dan gaan gaan alleen de pitten erbij, is dat erg? Nou, die vissen we er straks wel even uit. Oké. Anders is het slecht voor je tanden. Ja. En dan gaan we hier in dit bakje een mengsel maken. Sorry. Wil je de hele citroen erin? Ja hoor, mag wel. Okay. Ja, want we hebben ook die rozijntjes erin. Hartstikke lekker. En dan maakt het een beetje fris, want we gaan het straks eten bij die lamstagine. Wat ga ik doen? Dan mag in dit bakje en dan heb ik hier wat harissa. En harissa is een Noord-Afrikaans mengsel van eigenlijk vooral peper, maar ook wat komijn, knoflook, tomaten, soort dingen. Maar dat maakt het pittig. Maar dit kan ik gewoon kopen, kant en klaar. Ja hoor, dat kun je bij Marokkaanse winkels en Turkse winkels kun je dat halen. En dit gaat er gewoon in zijn nee, één theelepel. Oh, goed, nou niet. Zeg, anders wordt het altijd erg pittig. Want je kan altijd nog wat toevoegen, maar je kan het er nooit meer uithalen. Dus als je je eigen couscous wil maken, moet je het vooral veel proeven. Ja? Heb ik hier wat komijn? Ja. Mag je ook een snufje, theelepeltje? Net wat jij lekker vindt. Kijk, zo, een beetje komijn erbij. Oké, touch erbij. Beetje olijfolie om het wat smeuiger te maken. Snufje. Nou, ik word toch echt aangemoedigd, hoor. Huppakee. Ja. En dat mengsel, dat mag je dus mengen en bij de couscous mengen. Na 5 minuten bij de couscous. Nou, je mag het er nu al door doen, hoor. Maar na 5 minuten ongeveer is het goed. En dan heb ik hier wat... Mag je hem even met, met heel veel liefde doormengen. En dan heb ik hier wat peterselie en munt. Want munt is natuurlijk een essentieel onderdeel in de... In de Afrikaanse keuken, Noord-Afrikaanse. Die doe ik erin. Die mag je erin munt. Doen. En dan is het eigenlijk... Dan is het eigenlijk al af. En je ziet het. Het is eigenlijk binnen 10 minuten op tafel te zetten. Het is niet te geloven. En het is pittig. En als je het dan op deze manier... Ja, je moet natuurlijk wel even op een mooie... Kijk, hij volgt mij. Maar dit is de bedoeling. Op een mooie Marokkaanse schaal is natuurlijk het allermooiste. Zo is dat. En het is heerlijk bij de lamstagine van straks. Je staat al op de site.